Hey mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag eventjes het natuurgebied in met Raïm. Hier gaan we even het laten zien hoe het hier is, het natuurgebied in Groningen. Ik heb alles bij me, dus we gaan ons natuurlijk richting de auto. Dus we gaan daar eventjes doen. Ga eventjes met ons mee. Het is ook lekker weer trouwens. Even kijken of ik alles bij me heb. Wat zeg jij? Ik probeer het vloggen. Wie? Ikke? Ja, ik ga het opnemen. Dus. Ja. Oh. Dat geeft niet. Moet er wel bij. Het is best fris, zegt hij. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik niet. Goed. Je moet altijd voorbereid zijn. Kijk, ik ben weer wat vergeten. Weet je wat ik weer vergeten ben? Mijn tas. Goed erbij. Dus het was wel lekker weer. Lekker weer trouwens. Hoi. Zo jongens, het ruikt ook heerlijk. Het is vandaag zondag, het was een lekker rustgevende dag. Dan even onze riem om natuurlijk. Ondertussen hebben we ook het navigatiesysteem aangezet, zodat we in ieder geval direct, als we opnemen, ook meteen... Ja. Altijd een oplossing in huis. Jouw nieuwe lounge. Ja hoor, we gaan rechtdoor. Dat is bijna 60%. Ondertussen heb ik jullie natuurlijk al aan het dingen opnemen. Maar moet ik ondertussen even naar het navigatiesysteem kijken. Hier kunnen, ja. Dus, hou die vent. Dus af en toe draai ik jullie even zo om, dan zie ik precies welke richting we op moeten. Ja, we moeten hier dus rechtdoor. Ik weet ook niet of ik hem zo om kan draaien, dat kan natuurlijk niet. Nou, het is lekker weer dus. Even van genieten. Alleen deze zomer slechts €35 per maand voor de eerste 6 maanden. Pak nu je voordeel op kaart. Zo, we zijn bij de... Ik ga het even goed zeggen. De Onderlanderij. Kijk maar eens. Onderlanderij. Hier, dit is Moestuin. We zijn natuurlijk, het is voor mij ook de eerste keer dat ik hier kom. Dit is dus waar mensen zeg maar allemaal een tuintje hebben. Zaadjes hebben geoogst, als ik het goed zeg. En er komen allemaal hele mooie. Wat zijn het wel? Bloemkolen? Nou, dat is lekker rustgevend natuurlijk hier in de woestijn. En zoals je ziet, zonnebloemen. We gaan even een rondje lopen natuurlijk in deze mooie tuin. Kijk, wat zijn dit dan? Dit zijn pompoenen, of niet? Nee, pompoenen. Nou ja, kijk eens, zeg maar, ik weet het niet. Ik zeg dat het pompoenen zijn, maar... Kijk eens, oh kijk, dit zijn bramen. Nee, frambozen. Ja, zo kom je wat tegen. Kijk dit. Oké, ze hebben hier ook allemaal wat staan, er staat wat op. Voor uw veiligheid, dat van uw kinderen en voor de rust van onze bijen niet verder lopen. Oh kijk, dat is daar. Zien jullie dat ook een beetje? Dat zijn de bijen. Ja, dat zijn de bijen dus. Nou. Dan kunnen we wel weer terug. Hè. Gaan wij ondertussen ook even verder kijken. Komen we zo weer terug. Kijken we wat we nog meer hier allemaal hebben. Want kijk, dit zijn ook allemaal van die hele bijzondere planten. Wat zijn dit dan? Ik weet niet wat het is. Nee, ik ook niet. Goed. En we hebben hier allerlei leuke dingen zie ik hier. Kijk. Water. De Huttenbos, zijn we dus nu. Ik doe ook lekker picknicken. Dat ziet er ook wel vet uit. Nee, wacht eventjes. Dit is leuk. Zo. Nou, dat is leuk jongens. Kijk eens. Ja, en aangezien ik ga vloggen, wil ik natuurlijk eens even... Als die misgaat, staat het op de kop. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken. Wat vet. Kijk jongens, ik vind gewoon lekker.
uitdagend in, jongens. Dat is dan leuk, man. Dat zal maar even misgaan, hè. Ik zie daar wel wat. Ik moet even springen. Ziet er wel leuk uit. We hebben natuurlijk Raïm ook meegenomen. Die komt uit Almere. Die kennen we al heel lang. En ja, die kijkt ook even. Gaat de wereld voor die jongen open nou hier? Ik weet niet. Ik ga even kijken wat dat is. Toen kijk je nog in drijfstand is. Een soort van... Ik weet niet wat het precies is. Hè? Een hut. Ja. Dan gaan wij dus die kant op. En weer terug. Welke kant zullen we dan op gaan? Dan moeten we... Oh. Ja, het is toch wel leuk eigenlijk als je dit zo ziet. Hè? Een beetje zo doek toch niet zo. Hè, waarom je een scheep loopt? Leuk, jongens. En je voelt je weer kind. Nou, dan moeten we maar even kijken hoe we weer... Dan moeten we waarschijnlijk weer teruglopen. Je kunt daar niet door. Nee, er zit daar, er zit daar gewoon een soort hut of zo. Daar houdt het ook op. Dus, Maar dit... Spanning een beetje. Ja, ja, het is een soort survival... Nee, naar de overkant. Niet vallen, natuurlijk. Ja. Nou jongens, kijk eens. Kunnen wij even een... Kijk, wat raar hè? Hij geeft dan daar de... Nou ja. Wat geeft hij hier aan jongens? Kijk, ook een paal hier. Ja, en als je natuurlijk op dit soort plekken komt... Ja, dan kom je soms ook allemaal hele mooie stukjes. Hier hebben we de bloemenweide. Dan de bloemenweide. Ik weet niet precies wat zal dit zijn dan. Kun je daar doorlopen? Oh. Een bruggetje. Kun je doorlopen of wil het niet? Ja, weet je, het is, ik denk dat ze nog een keer moeten malen of zo. Of malen. Dat ze nog eens een keer... Moeten we maar weer teruglopen of niet? Goed. Gaan we even versneld teruglopen. Zo, zijn we weer. Nou, de Huttenbos, water, speelplaats. Ja, goed, we hebben allemaal borden dus hier. Wat zei je? Jeugd. Jeugd aan de been, hoor. Ja, goed, kijk, dan heb je... Eten en drinken, toilet, water, speelplein, schuurtje, boswachter, bar. Wat kreeg je in zijn hand dan? Moeten we hem daarheen lopen? Ja, zullen we daarheen lopen? Moeten we even hier overheen? Ja, survival. Het is maar goed dat ik zo lang ben. Zo. Nou, dan moeten we eens even kijken, want dan moet dat... Moeten we daar naartoe? Ja toch? Ja, het is ook allemaal zo groot jongens. En dan moet je toch even kijken. Wat ik altijd mooi vind is als je zeg maar lekker loopt door het bos heen. En allemaal van die leuke survival plekjes krijgt. Kijk, dit is mooi. Gaan we ook zien dat we hebben het pad gevonden. Kijk, pad. Hé, hé. Kijk. Ik weet niet of jullie de film kennen Into the Grass, of Into the Grass van Stephen King. Het gaat over een groot maïsveld. En daar verdwalen mensen in. Huh? Heb je hem ook gezien? Ja. Een hele zware film trouwens. Maar moet je eens kijken jongens. Dit is... En alles komt op je af. Het is toch mooi? Ik heb geen verstand van bloemen, jongens, dus ik weet helemaal niet hoe het heet. Dit wel, dat zijn brandnetels.
dit is vaak heel goed voor mensen die van even mindsetting, eventjes de gedachte opnieuw willen. En Raïm die vindt het ook leuk, hè? Raïm. Ja, houdt ook van rustgeven. Nou, dat klinkt ook heel positief. Je bent geen natuurmens. Nou, jammer. Hij werkt met kinderen en is eindelijk een keer vrij. En even rustgevend. Dat is het ook weer niet goed. We zijn blij dat hier geen kinderen zijn. Hè? Nou, kijk, dit zijn nou die plekken waar ik dus ook wel eens fiets naar mijn werk toe. Alleen ik weet niet precies waar ik dan fiets, maar dat is daar aan de overkant helemaal. Ja. Ben je wat masters? Nee. Het is een hindernis bij, maar dan moet het. Oeh ja, dat lijkt me ook wel vet om te doen. Ja, dat lijkt me wel leuk. Hoi. Ja, nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die kan allemaal gebeuren. Kan je wel wat vertellen trouwens, dat is ook voor jullie, maar ook voor Karin natuurlijk. Weet je waar dit uit bestaat? Dit is eigenlijk, als de dijken breken, dan staat dit allemaal onder water. Dit is eigenlijk een soort van noodoplossing. Als er dus zeg maar een dijk breekt, dan gaat dit allemaal vol. Ja, zo moet je dit zien. Dit is, daar staat het bekend. Ik heb dit ook gehoord via, dat mochten de dijken breken, dan ja, gaat alles hier naartoe. Vandaar dat dit ook allemaal, nou ja, dat zeg ik ja. Nou, wat is dit dan? Jongens, we hebben wat leuks gevonden. Ja, dat weet ik niet. Ja? Oh, oh. Hier, kijk eens. De hoog zit. Oh, de hoog zit, jongens. Nou, Remy doet het voor. De hoog zit. Welkom op de hoog zit in de Omlanden. Op deze unieke plek aan de rand van de stad Groningen zit je zomers op de eerste rij naar een kok. Mills kolonie te kijken. Ook de geoord vuurt en te hoempa doempa roeroe. Eigen risico. Iedereen is welkom. Dus. Ja. Leuk hè? Ja. Nou, dan gaan wij dat ook eventjes doen. En weet je wat leuk is? Ik ga jullie gewoon neerzetten. En dan ga ik ondertussen gewoon eventjes. Zo. We hebben even in overleg met elkaar gesproken over wat we gaan doen. We zien van boven dus eigenlijk dat we dus ook daar allemaal kunnen komen. Want hier loopt dus tot zijn eind. Dus even naar verre kijken, dan kun je dus hier zitten. Dan kun je lekker doen. Goed, wij gaan ondertussen eventjes weer snel lopen daar. Okay, we zijn ondertussen weer terug waar we zijn gebleven. En nu lopen we dus rechtdoor. Dan gaan we daar eens kijken wat zich daar ook allemaal bevindt. Maar zoals jullie zien in de verte waarschijnlijk ook. Het is gewoon een lekkere natuurgebied hier. Mensen fietsen allemaal heel spontaan. Gezellig met hun partner hier. Even tot rust komen. Zo, en ondertussen lopen we natuurlijk naar zo'n bruggetje. Mensen maken daar ook allemaal foto's. Gaan we ook even kijken wat erop staat op het bord, wat hier staat. Staat erop samen werken aan water. Nou, dat staat er dus duidelijk op. Samen werken aan water. Nou, weer mooi. Ja, gebruiken we tegenwoordig niet meer. Amateurs. Goed,
We gaan dus even verder lopen. We komen nog veel meer tegen. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes ter afsluiting van dit gedeelte nog even kijken op de borden waar we dus eigenlijk op dit moment ons bevinden. En dan zien we ook wel Groningen, Hoornsplas, Leek, Pijzoog, Kerk, Winde. Nou, daarmee stoppen wij hier, want ja, we zouden voldoende kunnen lopen, maar ja, we moeten kijken eens of we helemaal teruglopen. We gaan nog wel even kijken wat er achter is. We zijn nog niet verder geweest waar we net waren, dus daar lopen we even heen. Het is een pauze, jongens, even een broodje eten. Het is altijd goed, hè? Even wat eten, eieren aan. Nou, ondertussen hebben wij wat informatie voor jullie over wandelaars. Hoe herken je een wandelaar? Nou, die twee mensen die daar dus liepen, hadden allemaal bepaalde passende kleren aan. Schoenen aan, neerbuigend, water. Dat is eigenlijk een wandelaar. Neerbuigend is dus zo. Hoi. Nou, dat was dus net wat we dus ook hadden. Nou, toch letterlijk. Ja, gewoon. Dat is toch leuk. Mensen genieten ervan. Wij genieten er ook van. Alleen ja, god, weet je, hij moet helemaal terug naar het zuiden straks. Ik moet helemaal terug naar huis, weet je. Dan moet je toch even weer inschatten van, ja, gaan we dat nou doen of niet? Hè? Kijk, dus het is wel mooi omdat we daar in de posten zijn, maar... Ach, er komen wel meer van die gekke stoelen. Oh, dat is hier. Oh, zit. Wandelaar, hoor. Toch ergens, ik sloop nog te vloggen. Dus ja, staat er nog op ook nog. Ja, je hebt gelijk, ja. Ik moet nog iemand gelijk geven, ja, dat gebeurt niet zo vaak. Nee, je klopt, ja. Ja, want ik wil zo graag gewoon leuke dingen, maar ja, dat... Jij hebt gelijk. Maar goed, nee, je hebt gelijk. Ja, nou, je mag even op. Dus, ja, we kunnen natuurlijk nog eventjes kijken, want we kunnen wel even we lopen hier nog wel even rechtdoor. Even kijken wat daar staat. Dat is een soort in horeca gelegen. Staat er alles trouwens. Ja. Manifest, Groningen Groen. Nou ja, het ziet er leuk uit. Een schuurtje, boswachter Bart. Nou ja, goed. We gaan ondertussen gewoon eventjes opnemen. We lopen hier gewoon even binnen. Gaan we eens even kijken. Even hier op staan. Kijk. Kijk. Je kunt dus even wat drinken. Gelukkig heeft hij een korte broek aan, jongens. Kijk eens, een korte broek aan. Dank je wel. Hoezo, tanga. Tanga slip. Nou, tot ziens. Tot ziens. Ja. We moeten trouwens ook naar links doen. Dan loop ik naar die auto's toe. Dat is misschien ook weer goed. Ik weet niet. Ja, het is echt kijk, een fietsgelegenheid. Kijk, zie je, met de fiets kun je ook daar naartoe gaan. Zie je. En hier heb je dan de onlanderij. Ja, zo komt er toch een einde weer aan deze vlog natuurlijk. Gezellig even met Raïm, even een natuurgebied bezocht. Niet heel denderend, zodat we echt veel gezien hebben. Maar sowieso wel de moeite waard voor als kijker om eens een keer hier een bezoekje aan te brengen. Met het gezin of met de partner of misschien alleen. Dus nou, bedankt voor het kijken natuurlijk weer van deze vlog. Binnenkort weer terug met een nieuwe vlog. Zijn we weer op een andere bestemming. En wie weet maken we dan weer wat leuks mee. Want je ziet ook wel, mensen zijn weer bezig in hun eigen tuin. Filmpje, zet dan een leuke like neer. En ben je nieuwsgierig naar andere filmpjes? Klik op een van deze filmpjes naast mij of nog beter, word abonnee. En tot snel!